Hallo, ik ben Christian. En ik ben Maleta. En vandaag hebben we een rustdag in Pahia. En we zijn hier in de omgeving van de Bay of Islands en we gaan vandaag de omgeving verkennen. Rainbow waterval. En nu maken we een mooie wandeling door de jungle. Inderdaad, de jungle. De jungle. Nou, ik ga weer verder genieten van de jungle. Bye bye. En weer een prachtige, mooie omgeving. Dus laten we even gaan verder kijken. Maar dichterbij. Nou, doei doei. En hier begint eigenlijk het verhaal van de Maori. En we gaan een museum bekijken en een echt treaty house, een meeting house. En ik laat me verrassen wat hier allemaal te zien is. Ga je met me mee, Christian? Ja, ga met je mee. Wat een grandioos uitzicht, hè? Prachtig. Dat gezien? Ja, geweldig. Hier achter me zie je Pahia, de haven van Pahia. En ook de veerboot die overbreekt van Pahia naar het dorpje Russel. Ja, echt geweldig. Je waant je op een tropisch eiland. Achter me zie je het Treaty House. Het huis waar de Britse ambassadeur heeft gewoond van 1833 tot 1840. Ik ga even een bekijkje binnen nemen. Oh, mooi om te zien, hè, zo'n oud gebouw. Ja, prachtig. En dat ze het gewoon nog in originele staat hebben gelaten. Dat is nog het mooiste. De bouw van het huis. Hè? Dan zie je het Carved Meeting House. En dat is een vergaande huis waar in de jaren 1800 de Britten en de Maori met elkaar vergaderd en overlegd hebben. En we gaan eens even een kijkje binnen nemen. Best wel heel groot. Ik had niet gedacht dat het zo groot zou zijn. Heel groot, hè? Oh, prachtig wel. Al die kleuren. Handgemaakte, weet je die dingen? Houtsnijwerk. Houtsnijwerk. Ja, echt schitterend. Daar lopen we dan samen. En waar lopen we naartoe? Naar een hele mooie boot. Een warboot. War canoe. Ja, nou. War, een oorlogskano. Het is de grootste kano ter wereld. Ter wereld. En daar gaan wij nu naartoe wandelen. Ik ben heel benieuwd. Zoals je ziet hier een geweldige mooie achtergrond achter ons. Mooie hoeka's, tropische planten.
Nee, we zijn niet in de Wildlands, nee, we zijn in Nieuw-Zeeland. Naast me zie je de werelds grootste ceremoniële kano. En de kano is totaal 38 meter lang. En er zijn 76 perla's voor nodig om de boot te laten varen. En elk jaar op 6 februari wordt de boot te water gelaten, want dan is de nationale feestdag hier. En dan gaan ze vieren door de kano nog een keer te water te laten.